Wethouder Noël Vergunst gaat op zoek naar een nieuwe locatie voor de portretten van bombardementslachtoffers. De portretten hebben de voorbije weken op plein 44 in Nijmegen gestaan, maar ze moeten wijken voor de Stevensloop. Vanwege de organisatie van evenementen wordt het plein ook niet geschikt geacht als permanente locatie voor de portretten. D66 agendeerde het thema omdat het terugkijkt op een mooie herdenking van het bombardement. Fractievoorzitter Tobias van Elveren stelde voor om de portretten bij het monument van de Schommel aan de Mariekestraat neer te zetten. Die locatie ziet wethouder Noël Vergunst niet zitten. Volgens hem is het initiatief niet verenigbaar met die plaats, maar dat de portretten een nieuw plekje krijgen is zeker.